Mijn vader huwelijkt me op jonge leeftijd uit, in de hoop dat dit mij bescherming zou bieden tijdens de oorlog. Mijn man haalde mij van de universiteit af en dwong me om bij zijn ouders in te wonen. Ik moest zware arbeid verrichten en als ik niet gehoorzaamde, gaf zijn moeder mijn man de opdracht om mij te slaan. Toen ik ontdekte dat ze me voor de prostitutie wilden inzetten, ben ik samen met mijn dochtertje gevlucht. Te veel vrouwen en meisjes in oorlogsgebieden hebben te maken met huiselijk geweld. Als ambassadeur van Teerfund vertel ik je het verhaal van één van deze vrouwen, omdat het voor haarzelf te gevaarlijk is. Samen geven we hen zicht op een hoopvolle toekomst.